Hallo kijkers voor Ultragames93 en welkom bij GTA San Andreas Multiplayer. Jullie zullen denken van, hé, er is niet dezelfde server. Klopt, het is niet dezelfde server. Want, Score free, yay. Ik wou even, ja, kijken of er andere servers waren. En die waren er. Ik bedoel dan leuk, hè. Want ik zit steeds op die ene. En ik dacht van, misschien als ik... Deze? Wat gebeurt er? Ja. Ja, wat? Nou, iets. Tele's. Que cuenda Los Santos. Oei. Ik schiet ze allemaal dood. Oké. Nou, wat gaan we nu doen? Dat weet ik niet. Nou ja, in ieder geval, de hele ding is Spaans. Dus veel zal ik er ook niet van begrijpen. Interieurs. Hé, dat is leuk. Zijn dat niet... dingetjes van andere missies. Van missies in GTA. Van die gebieden waar je dan doorheen loopt. En die verder nooit meer kan bereiken. Oké, dat is leuk. Oké, dan weet ik nog ongeveer hoe het ging. Dat moet ik ook gaan doen bij GTA. Bij mijn serie GTA San Andreas. Opeens iedereen neerschieten en dan weer terugdraaien. En dan. Maar dus, ja. Ja, ik zie het al helemaal. Zit hier. Oké, zijn er nog meer interieurs? Want ik weet, dit zijn de laatste kamers. En dan had je, als je hier was, kon je naar boven. En boven was de exit. En toen ging je naar buiten. En toen moest je nog wat doen. En toen moest je nog wat doen. Oké. LS Atrium. Oh, ja. Maar ik wil eventjes... niet de hele tijd zoeken naar die andere. Wat is dit? Slash minigun. Slash minigun. Pardon la pus de YouTube, lol. Esperar me falta. Ik weet niet waar dat stond, maar dat zou wel. Slash tele's. Kan ik nog wat gaan doen? Oh. Oh. Dat vind ik niet goed. Slash tele's. Ik moet even... Zo, eindelijk even rust weer. Man, ik wil even jouw muziek niet horen. Als ik muziek wil horen, zet ik de radio wel aan. Kan ik ook wel wat zo... Ja, heel prachtig. Nou, als ik... Ja, ik versta deze server niet eens. Maar ik vond het wel even grappig. So. Ja. Dubbele punch. Oh shit, ik moet hem achterna. Slash V. Ik moet hem achterna. Wat span ik in? Een boot! Daar kan ik toch niet mee. Even snel een ander voertuig. Ik moet hem achterna. Nee, dan klik ik weer hetzelfde voertuig in. Ja. Beter voertuig? Slash. Music. Nou, zo haal ik hem ook niet met dit ding. Hey, vogeltje schiet. Pong! Weet je wat? Ik ga gewoon wel interieurs kijken. Dat vind ik wel leuk. Dirt track. Zet nog muziek in. Oh, echt. Pst. Bloedbal. Nog meer muziek. Nee, ga weg. Ga weg met je muziek. En wat is dat steeds af dat aftellen? Ja, nog meer muziek. Oh shit. Is er ergens anders met muziek? Iets zonder muziek? Los Santos Police Headquarters. Wie telt er steeds af? Twee, ja. Stil met het aftellen. En ik weet helemaal niet wat ze hun zeggen hoor, maar het zou wel. Gelukkig ben ik... Zit ik... Ja. Ik zit in de gevangenis. Oké. Maar die kan je, deze interieur kan je altijd bekijken. Dus waarom zou je hiernaar willen kijken? Waarom zou je die tussen speciale interieurs zetten? Dat vraag ik mij nou weer af. RC Battlefield. Oh, daar heb ik al een, hier heb ik al een keer gelopen. Ik heb hier al een keer gelopen. Dus vind ik het niet eerlijk. Ik heb hier al een keer gelopen. Stripclub private room. Nog steeds muziek. Ik wil geen plastic spel. Wanneer begrijp je dat nou weer? Als ik per ziek wil... Nee. Hier wil ik ook geen muziek hebben. Ik wil even naar een rustige plek. Ik heb net al heel veel muziek aan mijn hoofd gehad. Crack Factory. Oh, nu ben ik opeens in het gebied van de eindmissie beland. Nee, dat is ook weer niet leuk. Ik wil iets wat mij echt herinneringen te boven schiet. Nee, dat is weer een missie. Iets waar ik mijn herinneringen helemaal omhoog. En dat is niet hier. Hier heb je ze weer, weet ik. Oh, dat is leuk. Kijk, schiet de andere kant op. Lekker sprayen. Opeens zo CJ de Assassin. En dan is dit wapen beter. CJ de Assassin. Ah jongens. Allemaal dood. Slash delays. Hoeveel heb je er nog? Van de interieurs. Off track betting shop. Oh, hier kun je het op bieden. Blikje. Pong. Oké, en nu? Goeie vraag. Wat nu? Wat nu? Ja, nou laten we nog één keer een poging doen voor een auto. En dan random getal 959, omdat ik zoveel geld heb. Oh nee, kan niet. 3 3 0 9. Gewoon een random getal. Error moet delta vehicle invalido. Oké. Ander getal. 4 7 9. En wat heb ik nou gespand? Zo'n ding. Oké. Normaal als je daarop schiet toch dan... nee. Kom op, goed richten. Hiermee dan. Kan die wagen wel schade oplopen? Ik schiet me helemaal gezaan af op die auto. Aan die auto ga ik kapot. Die auto blijft me niet kapot gaan, hè? Kunnen de banden ook niet lek? Super auto dit. Nou ja, dit... Locals only. We don't like your type round here. Oké. En wat is dit? Een deur. Wat is dit dan? Marvin's Hardware. Aha, ja. Slash Lugger Autos. Is dat wat? Slash Lugger Autos. Slash Lugger Autos. Oké. Lugger. Slash Lugger Autos. Oké. Zo. Haha. Auto kapot. Wat de piep. We doen een kleine vliegtuig hier. Weer dood. Wie schiet mij steeds dood? Dan ben ik weer ergens anders. Hoppa! Waar is die? Hoppakee. Ik own die person. Oké, nu had die mij. Oh, kijk eens. Wat is dit nou weer? In dit huis. Heel mooi. Ga ik stappen. Achter dit kokkelpops pak. Naast dit kokkelpop geval. Het pak. En ik zeg tegen jullie, kijk eens naar het omhoog. Help je mij, help de kanaal mij. En abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. En dan gaan we de volgende keer een andere server bekijken. En hopelijk begrijp ik daar meer van. Dan deze server. Oké. Waarom zeg ik oké? Nou ja. Dan valt er voor mij nog maar één ding te zeggen. En dat is... Doei!